Dit is Rondje Regio met vandaag. Varkenshouder Zwolle gestopt. Kerk in Venray aangepakt. Terugblik op het Europese schutterstreffen. Maar eerst naar de persconferentie van premier Rutte. Ik denk dat veel mensen de laatste weken dezelfde type ervaring hebben gehad als ikzelf. De strengere coronamaatregelen die het kabinet dinsdagavond bekendmaakte, hebben vooral impact op de horeca, cultuursector en sport. Bij de Pleisterplaats in Kerselijk werd vol spanning naar de persconferentie gekeken. En we willen natuurlijk voorkomen dat de kroeg zich naar de straat verplaatst. Daarom komt er voor alle winkels en horeca-afhaalpunten die alcohol verkopen een verbod op de verkoop van drank na 8 uur 's avonds. Daarop aansluitend komt er ook een verbod om na 8 uur 's avonds in de openbare ruimte alcohol te drinken of bij te hebben. En voor de volledigheid, het afhaalloket van coffeeshops sluit ook om 8 uur 's avonds. We wisten eigenlijk al zo'n beetje wat er ging gebeuren door de media vandaag. Inmiddels zijn dat er bijna. Ja, het is niet prettig, maar we zullen er toch doorheen moeten en op een zo creatief mogelijke manier proberen om toch onze vaste gasten te kunnen bedienen. Wat we voorheen al gedaan hebben met bezorgen in de vrachtwagen bijvoorbeeld. Ja, dat wordt nou weer actueel, het afhalen en het bezorgen in de vrachtwagen. Ik heb wel begrip voor de maatregelen, maar dat is even goed niet gemakkelijk. Ook bij de vrachtwagenchauffeurs hakken de maatregelen erin. Ja, je moet nou goed reden, morgen wat minder. Ik word er niet vrolijk van. Nee. Ja, ik ben beroepschauffeur. En men laat ons volledig in de kou staan. Wij zijn niet voor de lol onderweg. Ik ben de hele week van huis. En ik heb in het voorjaar 3 maanden gekrampeerd in de auto met afhaalmaaltijden en daar gaat het nu weer op aan, in het gunstigste geval. Nou hebben we tenminste de tijd om iets te gaan ondernemen, maar zoals het de vorige keer ging, dat ze om 5 uur zeggen om 6 uur moet dicht zijn en je hebt de zaak vol gereserveerd, dan is het wel een lastig verhaal, moet ik zeggen. Kijk, en er zijn nou evengoed mensen die in de komende weken gereserveerd hadden, die moeten we nou toch allemaal op gaan bellen en slecht nieuws, ja. Hopen dat ze er begrip voor hebben, maar dat neem ik wel aan. En voor ons is dat gewoon een probleem. He? Dat is hetzelfde als nu ook. Na 9 mag je niet meer binnenkomen om te eten. Er zijn genoeg chauffeurs die na 9 nog onderweg zijn. Dus die kunnen niet meer douchen, die kunnen niet meer eten. He? Dus. Helemaal met winterweer op komst. Toen was voorjaar, dan zat je nog wel eens met collega's buiten. Stond je dan te praten, maar als het regent, doe je dat ook niet. Dus ja, waardeloos. Het is weer even op een dubbeltje bijten. We hebben het eerste steunpakket wel gehad. En daarna hebben we het netjes afgezegd, zeg maar. Maar wij wachten eerst af wat dat gaat doen. We proberen het eerst zonder steun te gaan redden. Vanavond om 10 uur sluiten de horecazaken voor 4 weken de deuren. Zonder enige twijfel is de imposante toren met de grootste carillons van Venray het meest opvallendste bouwdeel van Venray. Aan de binnenzijde van de toren worden ingrijpende wijzigingen aangebracht, waarmee met tot aan de trans van de toren het beklommen kan worden. Wij staan hier op ruim 60 meter hoogte na 245 trappen te beklommen te hebben. En dat is dus nieuw. Hè? Vroeger kon je tot aan de klokkenstoel komen. En nu kun je helemaal boven op de trans waar we nu staan. Het is begonnen met de veiligheidsvoorzieningen voor het carillon. Want er waren alleen maar kleine trapjes langs de muur. En dat hebben we nu allemaal veranderd. Dus dat zijn de allerbelangrijkste veranderingen op dit moment voor de toren. We staan hier op de trans. Dat geeft ook een geweldig uitzicht, hè? Ja, zoals je achter mij ziet, kijk je enorm ver. Het is nog een beetje heilig, maar de zon brandt er heel snel doorheen, heb ik het idee. Maar dit geeft een geweldig uitzicht aan alle kanten van Venray. En kun je Venray van bovenaf bekijken hoe mooi het eigenlijk is. De werkzaamheden zijn nog bezig. We zijn eigenlijk met de laatste afwerkingen bezig van de toren. Met name veiligheidsvoorzieningen, zodat iedereen die omhoog kan en wil en gaat, ook weer veilig omlaag kan gaan. Ook het carillon, dat is nu beter te zien, hè?
Ja, dat wordt heel erg mooi, want je kunt via de nieuwe trappen is een bordes bij het carillon. En als het carillon gespeeld wordt, bespeeld wordt moet ik natuurlijk zeggen, dan kun je een kijkje nemen in de cabine bij onze carillonneur Rosemarie Seuntjes. Is de toren al opengesteld voor bezoek? Nee, helaas nog niet. Dat hadden we graag gewild, want de trap is tenslotte klaar. Maar we moeten nog een aantal andere voorzieningen, zoals vluchtwegen, verlichting en dergelijke, in orde maken. En ook de vloeren moeten nog afgewerkt worden. Maar als dat eenmaal zover is en wij hopen dat we dan Koningsdag 2021 weer open kunnen gaan, uiteraard afhankelijk van hoe het met corona gaat. Ja. En de torenkamers, die worden dan ook ingericht? Ja, de torenkamers die worden helemaal weer ingericht, want er is nu heel weinig te zien. Alles moest leeg vanwege de verbouwingen. En er komen een aantal noviteiten bij in de torenkamers. En kun je daar al iets over zeggen? Ja, eigenlijk nou, een klein tipje van de sluier wil ik wel oplichten. We hebben van oude Venrijsfamilie, en wie dat zijn, dat komt nog allemaal in de media uiteindelijk, hebben we een paar prachtige glas- en loodramen gekregen en die gaan we een heel mooi plekje in een van de torenkamers geven. De klok op de toren die staat stil en ja, dat heeft een reden, hè? Ja, dat heeft zeker reden. Er is al heel veel over te doen geweest, heb ik op social media gezien. Maar door de nieuwe trap, nou even moet ik uitleggen, de klok wordt door één motor aan alle zijden aangedreven. Maar door de nieuwe trap zat er één aandrijfstang zat in de weg en die moesten we eraf halen. Maar dat wordt weer aangepast en over een tijdje kun je weer overal op tijd zien hoe laat je er bent. Heel belangrijk natuurlijk. En heel belangrijk, ja, alhoewel, persoonlijk vond ik dit wel leuk, want ik kwam altijd om 11:50 thuis. Die trap naar boven, naar de trans, die is nu bijna klaar. Die is ook heel apart, hè? Ja, die trap is heel apart. Ik vind hem persoonlijk heel mooi. Het is jammer dat je natuurlijk in zo'n gebouw aanpassingen moet gaan doen. Maar hij is helemaal van staal en de treden zijn allemaal van beton gegoten. En als je het ziet, is het helemaal uniek. We hebben dan ook voor de bekostiging, want we zijn afhankelijk van ondersteuning en sponsoring, hebben wij de traptreden verkocht. En op dit moment zitten we op bijna 70% van alle treden. We hebben nog tredes in de variatie van 50 tot 100 euro. We hebben zelfs nog één bordes te koop. Dus heeft u daar interesse in? Kijk even op onze website www.carillonvenrij.nl en dan kunt u alle informatie vinden of bel met Michel Klaassen. We proberen in het midden van elke zijde een vlaggenmast aan te brengen. Dat is een hele bijzondere constructie en daarmee heel kostbaar. Dus we zijn nog druk bezig om het gefinancierd te krijgen. Maar als het gaat lukken, zullen er bij heel veel gelegenheden 4 hele grote vlaggen aan elke zijde van de toren gaan wapperen, net boven de uurwerken. En wij denken dat dat een heel mooi en feestelijk uitzicht geeft. We hangen ze alleen maar uit als het verantwoord is en daar hebben we een vlaggenprotocol voor. En iedereen is ook, wordt in de gelegenheid gesteld, als je iets bijzonders hebt, om met ons dan te overleggen om jouw vlag, maar het moet wel heel groot zijn, 3 bij 5 meter, want anders zie je hem nauwelijks, maar om die hier op te hangen en dan gaan wij kijken of het mogelijk is. Wij zijn heel blij met de nieuwe mogelijkheden die de toren biedt. Wij verwachten daardoor dat hij nog veel meer in de belangstelling komt te staan. We gaan ook met scholenprojecten aan de gang, zodat ook de kinderen zien van hey, wat is hier allemaal mogelijk. En vervolgens gaan we ook kijken hoe we de ruimtes nog beter kunnen benutten. Want we hebben hier een aantal unieke kamers met unieke thema's ingericht en die willen we ook open gaan stellen voor speciale gelegenheden. Dus ook voor bedrijfsrondleidingen, voor unieke vergaderingen met slechts één beperking. Als je een beperking hebt is het heel moeilijk klimmen, maar voor iedereen anders is het volop genieten en vooral ook hierboven om te zien hoe mooi ons Venrij is en hoe mooi die toren en de kerk in het midden van de samenleving staan. In 2018 werd Leo Niessen uit Linnen Europees Schutterskoning. Met het EST in 2021 in Deinzen in het verschiet kijken we met Leo terug op de afgelopen periode. Leo, het is alweer bijna 3 jaar geleden dat je koning van
de EST-band geworden. We zijn nu dus een paar jaar verder. Hoe gaat het nu met je? Ja, op het moment is het vrij rustig. En dat komt door de corona? Dat komt door de corona, ja. Maar normaal gesproken ja, super druk. En wat heeft dat allemaal tot gevolg gehad? Het feit dat je het toen hebt gewonnen. Wat kwam er allemaal op je af? Ja, de eerste twee weken ben je eigenlijk aan het bezinnen over wat er nou eigenlijk gebeurd is. Ja, dan beginnen de uitnodigingen binnen te stromen van heinde en verre. Want in principe konden we in die tijd, ieder weekend, twee, drie plaatsen kon je heen. Daar werd je voor uitgenodigd. We zijn in de tussentijd zijn we België geweest, Duitsland geweest, Polen geweest, Italië geweest. Ja, dat is super. Als gast? Als gast, ja. Eigenlijk kan je je er niet op voorbereiden, hè? Nee, daar kun je niet op voorbereiden, nee. Ja, we wisten sowieso al eigenlijk niet wat het was, het EST. Want in Leudal was de eerste keer dat wij als vereniging meegedaan hebben. Van tevoren had ik daar eigenlijk nog nooit van gehoord. Van het EGS, wat het eigenlijk behelste. Dus daar heb ik me de eerste paar weken in verdiept, wat het nou eigenlijk precies allemaal inhield. Ja, en dan gaat... Maar in feite is het gewoon schieten. Ja, in feite is het gewoon schieten. Gewoon ja, je best doen en een beetje geluk hebben. Geluksfactor die speelt wel een grote rol. Ja. In Horst aan de Maas stoppen relatief veel varkenshouders met een bedrijf door gebruik te maken van de warme sanering die de overheid ze biedt. Eduard Maas uit Zwolge is een van hen. Hij neemt afscheid van het familiebedrijf dat in de jaren 60 door zijn vader werd opgericht. Twee jaar lang hebben wij gekeken van de afgelopen twee jaar van nou, wat gaan we doen met ons bedrijf? Gaan wij uitbreiden, gaan we bijkopen, gaan we of op dezelfde route verder? Nou, dan ga je kijken van hoe moet dat dan? Heb je wel of heb je geen opvolger? En zodoende kwam in die tijd ook de saneringsregeling voorbij. Daar hebben we ook naar gekeken hoe dat die eruit zag en hoe die voor ons uitpakte. Het is een beetje een dubbel gevoel. Je hebt hier een prachtig bedrijf opgebouwd. Vroeger, mijn vader is er begonnen in 1964, dus met een gemengd bedrijf. Nou, dat hebben we verder voortgezet. In 1973 eigenlijk, 1970 zijn we eigenlijk toch met die varkenshouderij verder gegaan. Nou, daar ben ik in maatschap in meegegroeid. En in 2000, nu 20 jaar geleden, heb ik het helemaal overgenomen en heb ik het verder uitgebouwd zoals het nu is. Het is gewoon prachtig dat je ziet dat steeds deze biggen geboren worden. En die groeien hier dan op tot een volwassen big en later tot een volwassen vleesvarken. Ja, dan daar word ik vrolijk van als die biggen hier mooi bij die zeug liggen en die drinken hun melk en die groeien dadelijk op in de biggenstal waar we net zijn geweest. En ze gaan daarna naar een vleesvarkenshouder. En je kunt dan een prachtig stukje varkensvlees afleveren wat goed en duurzaam geproduceerd is. Ja, daar word ik vrolijk van. Ja. Ja, kijk, ja, dan ontstaat er waarschijnlijk een lachgebubbel. Ja, daar doe je het voor. En dat is gewoon prachtig, omdat vanaf zaadje tot carbonaatje, om dat te produceren. Er zijn ook minder leuke kanten aan het vak van Maas. Zo noemt hij de regelgeving vanuit Den Haag frustrerend. Niet voor niets kwamen boeren in 2019 massaal in opstand tegen de vele regels waar de sector aan moet voldoen. Ook de publieke opinie over de export, productie en consumptie van vlees is langzaam aan het veranderen. Maas denkt dat er zeker een toekomst is weggelegd voor de varkenshouderij in Nederland. Varkensvlees is gewoon toch een wereldproduct en daar is toch genoeg vraag voor. De wereldbevolking die groeit, dat is eenmaal zo. Dus ik ga ervan uit dat er ook gewoon altijd vraag naar varkensvlees is. Misschien moeten we wel op een andere manier gaan denken van produceren, meer met de keten, met z'n allen kijken hoe dat de marges in de hele keten verdeeld gaan worden. Want daar is denk ik nog wel werk aan de winkel, zodat er meer bij de boeren terechtkomt. En zodat die ook daadwerkelijk kan investeren en door kan ontwikkelen. Zodat de varkenshouderij ook en de maatschappij ook krijgt wat ze vraagt. Ja. Ja.
Kijk, en dan zitten we hier tussen de biggen in dit geval, hè? Ja. Ze zitten ook gretig aan mijn schoenen inmiddels. Ja, ze zijn erg nieuwsgierig. Ze zijn dus, erg nieuwsgierig. Ja. Ja, goed, als u zo om u heen kijkt, dit gaat u dit missen, neem ik aan. Dit ga ik zeker missen. Het is toch altijd waar je altijd met passie varkens hebt gehouden. Dit is het mooiste wat je ziet. Biggen die lekker in het hok rondlopen, die water voer hebben. Ze kunnen zelfs nog wat spelen, op en neer rennen. Ja, dat mis je. Dat ga je daar natuurlijk missen. Ik denk als dat de laatste dieren uit de stal zijn, dan zal dat toch nog wel enige emotie met zich meebrengen. Dat zou ook niet goed zijn als het niks met je deed. Laat ik het zo zeggen. De eerste stal wordt nu al afgebroken en de verwachting is dat in de eerste maanden van 2021 de laatste dieren van deze Zwolgense varkenshouderij gaan vertrekken. Dit was het Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken, goed weekend en tot volgende week.